We zijn momenteel in Leut, waar wij zijn gealarmeerd voor een vrachtwagenbrand. Bij aankomst bleek dat er al twee vrachtwagens in brand stonden. Uiteindelijk hebben vier vrachtwagens vlam gevat en hebben wij een vijfde en de belendende panden kunnen behouden. De tankwagen die is leeg en die was dus niet betrokken bij de, op tenminste, die had geen lading in. Dus dat was onze eerste prioriteit. Ja, we hadden voldoende bluscapaciteit bij ons, twee tankautospuiten en twee waterwagens, zodat we voldoende slagkracht hadden om de brand te blussen. Wat er nog gaat gebeuren, omdat wij veel bluswater hebben gebruikt, wat vermengd is met diesel, komt de omgevingsdienst en het waterschap nog om te kijken of dat eventueel nog problemen oplevert.